Hallo, ik ben Leander en ik ben 1/10 van de Mac Brewery, een brouwerij uit Sterrebeek Zaventem, dus van 10 vrienden die samen bier brouwen om zo contact te houden en eigenlijk ook gewoon omdat ze dat heel leuk vinden en samen aan iets kunnen werken waar ze trots op zijn en dat dan te delen met iedereen. En tijdens de coronacrisis ben ik, verhuisd naar Brussel en eigenlijk als eerste van de 10 en ook als jongste alleen gaan wonen. En dat maakte dat ik eigenlijk in één keer, hoewel iedereen thuis moest blijven al sowieso, niemand meer kon zien. In het begin konden we nog samen naar buiten gaan en je mocht met 1 of 2 mensen gaan wandelen en daarna werd dat 4. Maar de niet noodzakelijke verplaatsingen die waren nog altijd verboden en aangezien ik in Brussel zat, kon ik dus niemand van mijn vrienden zien in het begin. En dat maakte dat de verhuis naar een nieuwe plek wel een beetje eenzamer was, omdat je het ook met niemand kunt delen. Daarnaast is ook mijn ouderlijk huis, waar ik daarvoor woonde, ook verkocht. Dus ik had ook geen tweede verblijfplaats, wat sowieso wel verboden was. Maar bon, dan kon je dat nog uitleggen dat je bij je ouders waart. Dus ik zat daar wel een beetje alleen. Maar er waren ook goede momenten, want iedereen moest dus thuis blijven. En dat maakte ook dat de brouwerij een beetje op zijn gat zat. Maar we hebben echt wel gemerkt tijdens de coronacrisis dat we zo een redelijk sterke community in de gemeentes rondom ons hebben en we konden rekenen op veel steun van mensen. Mensen bleven ons bier drinken, ook al konden ze het niet meer in cafés of horeca vinden. En dat was wel tof om al die reacties te horen. En uiteindelijk hebben we het gevoel dat we er niet op achteruit zijn gaan. Integendeel, dat we eigenlijk nu sterker ervoor staan samen om de zomermaanden tegemoet te gaan.